Hallo iedereen. Goedemorgen. Ja, het is hier morgen. Goedemiddag, goedenavond. Waar dat je ook bent, wanneer dat je ook naar deze video kijkt. In ieder geval, ik wil nu praten over hoe moeilijk het is om een leerkracht, een goede taalleerkracht te vinden. Nu, ik geef zelf les. En ja, ik kan wel zeggen, de lat ligt hoog voor een andere leraar. Als ik zelf een leraar zoek voor een van de talen die ik leer. Dus de lat ligt hoog. Dat betekent dat mijn verwachtingen hoog zijn. Ik verwacht niet extreem veel, maar ik verwacht kwaliteit. Ik verwacht waar voor mijn geld. En er zijn heel veel verschillende niveaus in prijzen wat leerkrachten vragen. Allee, leerkrachten. Maar ik ga jullie zo meteen wel een paar ervaringen vertellen. En ja, sommige zijn dan heel goedkoop. Ja, dat is niks. Dat zijn wannabes die zeggen van, oh, dat is gemakkelijk. Wat geld verdienen en je moet alleen maar een beetje online zitten in je eigen moedertaal te praten. Maar nee, dat werkt niet. Dan zijn er alle niveaus daartussen en dan heb je degene die heel duur zijn en denk je van ja, dat moet goed zijn, want zij profileren zich dan als professionele leerkrachten. Ja, ik heb dat een keer geprobeerd, dat was echt een grote flop. Maar ja, laat ik nu eens even vertellen over mijn ervaring van dit jaar. Het jaar is nog niet zo lang bezig, maar dit jaar, want ik heb dus besloten om 2 nieuwe talen erbij te gaan leren. Allee, 1 taal, daar was ik al zo'n beetje mee begonnen. Maar toen kreeg ik het heel druk met lesgeven. Ik had heel veel studenten, verschillende projecten lopen en zo. Dus dat is er een beetje bij ingeschoten. En nu wil ik dat dus terug oppikken. En dan nog een tweede, echt heel nieuwe taal. Meer over die talen komt in een andere video. Maar mijn zoektocht naar een leerkracht. Dus ik heb natuurlijk ook wel zelf al wat materiaal bij elkaar gezocht. Ik zoek dingen en ik leer op mezelf. Maar ja, toch voor bijvoorbeeld de Deense taal. Dat is de taal die ik dus nu terug oppik. En voor de Deense taal was ik een leerkracht aan het zoeken, omdat die uitspraak in het Deens, ja, je kunt dat wel oefenen met apps en met audio. Maar er is niemand die jou verbetert met de uitspraak. En die zegt wel, oh, een beetje meer zo, een beetje meer zo. Want weet je, het Deens, de uitspraak van het Deens is heel moeilijk. Als ik het lees, dan begrijp ik zo goed als alles, omdat het heel sterk lijkt op het Noors. Ja, ik zou zeggen, het is Noors als ik het geschreven zie staan, op enkele woorden na. Maar die uitspraak, denk van jongens, dat lijkt meer op Chinees dan op Deens. Dus voor die uitspraak te oefenen, wou ik toch graag een leerkracht, uiteraard een moedertaalspreker, want soms zijn er die profileren zich als moedertaalspreker en dan kijk je naar hun video, want op de meeste van die platforms hebben ze ook een video en dan hoor ik zo, nee, dat is geen moedertaalspreker. Dus, en dat kan dus blijkbaar allemaal. Enfin ja, dat was eerst mijn eerste zoektocht. Nu heb ik wel een goede gevonden, maar eerst had ik eerst een leraar gecontacteerd, een les geboekt, een proefles. Nu, dat was een oudere man, maar oké, leeftijd maakt niks uit. Ik dacht, van, misschien is dat beter dan al die jonge dingetjes die zo van die wannabes zijn. Dus ik dacht van, ja, oké, dat zal wel goed gaan. Moedertaalspreker. En in die video kwam die heel spontaan over. Nu, ik heb daar een les mee geboekt. Die kwam online. En, 3 minuten voordat de les zou beginnen, kreeg ik al een berichtje. Zeg, ik zit op jou te wachten. Dus zeg, de les begint pas over 3 minuten. Nou, dacht ik, ik had dat nog ineens niet gezien, dat berichtje. Want ik was nog alles aan het klaarzetten en zo. En, meestal een minuut voordat de les begint, dan ga ik inloggen
Maar alles staat al klaar van tevoren, dus dat ik weet van alles werkt, want ja, het is belangrijk natuurlijk. En die man kwam online. Nu, om op zo'n Vlaams te zeggen, die had tuttefruit in zijn mond. Tuttefruit. Je was tuttefruit aan het knauwen. Wat is tuttefruit? Om in mooi Nederlands of mooi Vlaams te zeggen, kauwgom. Kauwgom. En voor wie dat niet weet wat kauwgom is, bubblegum. Dus, en de man, goh, ik weet niet, ik denk dat hij misschien 60 of 70 jaar was. Hij zag er in ieder geval wel ouder uit als ik. En ja, ik ben ook al oud. Dus, ja, ik weet niet hoe oud hij was, maar ik denk dat hij ouder was dan ik. En zo. Huh? Wat? Dus ja, of hij ja, eerst een beetje van mezelf vertelt, maar daar was hij helemaal niet in geïnteresseerd. Maar alleen als je een leraar zoekt, dan is dat voor mij toch voor lange periode met die leraar samen te werken. En dan vind ik toch dat je een beetje interesse moet tonen van waar kom je vandaan, welke taal spreek je, waarom leer je die taal enzovoort. Dus toch een beetje de basisdingen zo. Het moet klikken, het moet klikken. Dat is ook belangrijk. Dus, nou ja, helemaal niet. Dus ik had dan uit mezelf allemaal verteld van welke talen dat ik spreek. Daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op. Dus, maar ja, dat kwam ook zo te sprake van, oké, de Deense taal en ja, ik spreek Noors, dus ik begrijp wel Deens als ik het lees, maar de uitspraak, hè, dus dat had ik ook gezegd. En oké, tuttefruit knauwen. Oh, ik had al zo'n idee goed ervan, ik dacht van, maar allee, kom, dat kan het toch niet. En dan had hij een stukje, dat ging hem zijn scherm delen, een stukje uit een boek. En dat was een tekst en dat ging over de Eerste Wereldoorlog in Denemarken. En ik moest die een tekst dus lezen. Ik ga naar één. Zouden eerst eens een keer informeren wat voor soort teksten, allee, waar mijn interesses liggen. Teksten over de Eerste Wereldoorlog. Oké, als jou dat interesseert, is dat heel goed natuurlijk. Maar één, de eerste les. Totaal beginner in Deense taal. En ik moet een tekst gaan lezen over de Eerste Wereldoorlog. Kom zeg. Ik zit hier en zeg, ja, maar ik kan dat lezen, maar ik kan dat helemaal op zijn Noors uitspreken. Ik weet niet dat ik het moet uitspreken. Ja, maar lees dat maar, ik zal je wel verbeteren. En hij praatte dus gewoon in Deens, hè. Maar het Deens horen, dat begrijp ik niet. En dan nog eens... Met tuttefruit in zijn mond, kom zeg. Ja. Dus ik dacht van, amai, als dat les u hier maar rap voorbij is, want dit werkt niet. En ja, dan ook was gezegd van, zo, zeg maar, kunnen we niet een keer de beginselen zien van gewoon de vervolging van de werkwoorden, het allerbegin eigenlijk. En van daaruit, dat kan dan vrij snel gaan, omdat ik Noors ken, maar van daaruit verder gaan en concentreren op de uitspraak. Ja. We zullen een andere tekst pakken. Of hij kwam dan een andere tekst. Ik weet God niet meer over wat dat hem ging. Maar dat was zo. Ja, nee, wat was dat? Dat was een verhaaltje of zoiets. En verstaat je dat dan beter? Ja, het is hier niet mijn bedoeling om teksten te gaan lezen. Het is mijn bedoeling om mijn uitspraak te oefenen. En dan op zijn minst, als je iets leest, dat hij het eerst leest, zodat ik de uitspraak hoor en kan... herhalen. En ik weet wel de moeilijkste punten voor mij in het Deens. Dus ik vroeg hem dat ook, van hoe spreekt hij dat uit? Allee, oh, dat is een klank en zij noemen het een zachte D. En dat klinkt voor ons als een L, maar als een dubbele L, maar als een L van iemand die te veel gedronken heeft. Allee, dat is een klank dat wij niet kennen. En die is heel moeilijk. En dus ik vroeg hem van, hoe moet ik die klank maken? Ja, hoe moet ik dat uitspreken? Ja. Hoe zeg je dat? Oké, ik zeg zo van... Zo is dat zo... Dat is zo ja, een hele rare klank. Ja, ik weet het. Dat is helemaal geen Vlaams. Maar
Ja, het is Deens, hè. En, ja, en wel, ja, ja, en wel. Dat is goed, hè. Ja. Nee, dat was dus helemaal niet goed, dat weet ik. Anders moet ik niemand hebben van mij te verbeteren. Dus dat was exit, die een oude vent, laat ik maar zeggen. En dan de volgende had ik een les geboekt. Dat was een hele dure. En dacht van, god ja, die oude man, ja, die was vrij goedkoop. Maar ik dacht zo, misschien is dat iemand, ja, die is op pensioen en die doet dat er zo nog een beetje bij. En dus, ja. Tweede, dat was dan een vrouw. Ook moedertaal spreken, want dat is natuurlijk belangrijk. En zij was heel duur, maar ik dacht van, ik ga proberen. Ook al doe ik 1 les per maand, voordat ik heel veel op mezelf kan doen. Want ja, het was eigenlijk te duur voor mij. Maar dat ik misschien, dat ik toch op een of andere manier dat dan heel veel zelf kan doen. En dan 1 keer per maand hulp voor de uitspraak en de dingen die ik echt niet weet. Dat begon al, oké, ik logde in op dat platform. En wachten, wachten. 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten, 4 minuten, 5 minuten, 6 minuten. Na 6 minuten kwam ze op haar gemakske online. 6 minuten te laat. Maar als je een lesuur hebt van 60 minuten, 6 minuten eraf, dat is op het... Sorry, ik wil erop klappen. Mijn keel slaat precies dubbel. Sorry. Ik kon dat er niet uitknippen en dat wordt geen blooper. Nee, dat blijft er gewoon in. Dus, 6 minuten van een uur weg, ja. En je betaalt veel geld, want ze was heel duur. Dus ik kon dat niet maken van als leerkracht, en zeker niet mijn eerste les, 6 minuten te laten komen. Het kan wel eens gebeuren als je een langer les hebt met iemand, dat je door omstandigheden niet op tijd kunt zijn, maar dan stuur je even een berichtje van sorry, ik ben wel later, of dit of dat. Maar nee, niks. En ook geen excuus van, of niet zeggen waarom dat ze te laat was. Dus dat was al 1 serieus negatief punt. Dan, oké, ze was moedertaalspreker en ze was vlot en was eerst zo van, ja, en waar woonde en wat had je al gedaan voor de taal te leren. Allee, zo echt zo de basisdingen allemaal zo, ja, god, en dat ging. En dan heb ik ook een beetje verteld en alles. En dat ging zo even zo, ik denk in 10 minuten ging dat. Oké, maar haar video was heel wazig. Was echt niet scherp. En haar geluid, dat ging soms weg. En dan kwam dat weer terug en dan was het geluid weer weg. En dan was dat geluid van... En dan... De video zo wazig. En ik dacht van, ja jongens, dat is een slechte connectie. Dus ik heb mijn connectie gecheckt, die was goed. En wat bleek nu, zij was, wat dat kon ik zo tussen het gekraak doorhoren. Zij was op vakantie in Afrika, Zuid-Afrika. En ze gaf dus vandaar les. Want zij woonde dus eigenlijk in Finland. En ja, had ze gezegd, mijn verbinding hier in het hotel is niet zo goed. En dacht ik van, ja, maar als je dan zoveel geld vraagt voor lessen en je profileert je als een professionele leerkracht, dat kun je dan niet maken, dat je slechte verbinding hebt. Dat is een van de belangrijkste dingen, op tijd komen en een goede, stabiele verbinding. Met een duidelijke webcam, een duidelijk audio... Goeie verbinding. En dat werd steeds slechter en slechter. En dan was ze weer eruit. En dan kwam ze er weer terug in. En ik dacht, ja meneer. En dan was haar webcam weer aan. En dan zag ik ze buiten rondlopen. Blijkbaar voor ergens een signaal te vinden. Een dure professionele leerkracht. Ik zeg, nee, dat werkt niet, jongens. En dat was zo een kwartier al aan de gang. Ik zeg van. Ik was er ook al uitgegaan en er terug in een paar keer. Maar dan zag ik ze weer niet meer. En ik dacht van, ja, dit is een hoop frustratie en hier betaal ik niet zoveel geld voor. Hè. Enfin, ik eruit. Kreeg ik daarna een berichtje. Ja, ik heb onze les verzet naar morgen.
verder zonder enig excuus of zoiets. Nu, ik heb onze les verzet naar morgen hetzelfde uur. Morgen hetzelfde uur, toen kon ik niet. En dan moest ik zelf lesgeven, maar ik had ervoor, normaal was mijn lunchpauze, maar ja, ik heb het heel druk, dus ik heb echt verder niks in mijn vrij. Dus ik stuur een berichtje terug, kunnen we dat dan morgen niet een uur eerder doen? Oké, ja, dat was goed, een uur eerder. Dus, ik log in. Er komen mensen voorbij. Ik heb daar een raam en ik zie twee mensen voorbij komen. Normaal komt hier nooit iemand voorbij, want ik woon heel afgelegen. En ik zie, goed, er komen twee mensen voorbij daar buiten, in de sneeuw. Oké. Goed, wat was ik aan het zeggen? Oké, dan dacht ik daarna, ik logde in. En een paar minuutjes van tevoren dacht ik van, oké, ze zal zeker wel op tijd zijn nu, want met heel de situatie van gisteren. En... een minuut, twee minuten, drie minuten. Oh, ik dacht, dat was van eerst hetzelfde, hè, mannetjes zeg. Oh, ik dacht, nee, dat kan niet. Na 10 minuten, ja, ik dacht van, hoe lang wacht ik hier, hè? Ik dacht, ik wacht 10 minuten en dan ben ik weg, hè? En dan is het gedaan, dan zoek ik verder. Oké, 10 minuten, ik was juist gaan afslaan. Een berichtje in de chat. Ik probeer in te loggen, maar nee, ze zei niet van maar er was iets van, op internet te komen, zoiets. Ik probeer op internet te geraken. Professionele leerkracht, die pas na 10 minuten een berichtje stuurt, ik probeer op internet te geraken, dus... Ik reageer zo van, ik ben hier. Oké, geef het een kans. Maar mijn humeur, dat was ook al tot 100-0 punt gezakt, hè. Oké, nog 5 minuten. Ik heb niks terug, dan eruit. En gedaan. Niet meer. En ik denk na een half uur of zo kwam er een hele hoop berichtjes van, ik ben online, maar jij zit er niet. Nee, natuurlijk ben ik er niet. Zoals wij het in het Antwerpen zeggen, met heel Antwerpen, maar niet met mij, hè. Met heel Antwerpen, maar niet met mij. Dus je moet niet met mijn voeten rammelen, hè. Je moet mij niet voor de gek houden, je moet mij niet belachelijk maken. Allee, zoiets. Met heel Antwerpen, maar niet met mij. Ja, dat was dat. Dus de ene met zijn tuttefruit, die andere meer tuttefruit en teksten over de Eerste Wereldoorlog. Die andere van te laat komen plus totaal geen normale internetverbinding hebben. Hè? Niks internetverbinding, echt zo slecht. Dus hoe kan zij nu lesgeven? Dat kan dus niet. Dus dat waren er twee waarvan ik toch echt wel mijn bekomst heb. Hè, dat ik zeg van, Uiteindelijk heb ik dan via YouTube trouwens een leerkracht Deens gevonden. En omdat ik via YouTube al op mezelf zo'n beetje was nog aan het leren. En ik zat dus vooral met de uitspraak natuurlijk, die moeilijk was. En die had heel goede filmpjes, video's, allemaal daarover. En dus in zijn tekst onder zijn video's stond dus ook een link naar zijn website. En dacht, weet je wat, ik kon eens een keer gaan zien. En maar er stonden geen prijzen op. Dus ik stuur een berichtje van, waar kan ik de prijzen vinden? Dus hij stuurt iets in bijlagen, een pdf met de prijzen. En ik zeg van, dat is wel echt heel duur. Dus ik stuur een berichtje terug. Ik zeg, sorry, dat is te duur voor mij. Dat kan ik mij niet permitteren. Want dat is te duur. En maar dat was nog voordat ik diegene die dat er meer slechte verbinding was. Dat was dus eigenlijk tussen de tuttefruit en tussen de slechte verbinding. Maar dat was te duur. En... is hij van, dan ga ik toch nog even verder zoeken. En dan kreeg ik daar die,
van Finland, van Zuid-Afrika, met een verbinding dat echt nergens op slaagt. Ja. Maar ja, hij was nog duurder, die dat ik via YouTube had gevonden. Maar ja, dat werkte niks. Hè. Ik was echt kotsbeu. Hè. Dus ik stuur die nogmaals een berichtje, want hij had wel geantwoord toen ik had geschreven van, ja, sorry, dat is te duur voor mij. Hij had geantwoord van, ja, oké, nu rijdt er een auto voorbij. Ja, dat valt op. Ik zit nu in de voorste kamer en normaal als ik van achter zit, ja, daar heb ik alleen maar bossen en zo. Maar ik zie in de voorste kamer hier aan de raam en daar rijdt een auto voorbij. Dus normaal rijden hier ook normaal geen auto's, want dat is een gewoon paddekje. Maar ja, mensen die dat daar wonen, die rijden wel eens een keer met een auto voor in en uit te laden soms. En dan moet de auto wel terug weggezet worden, want dat paddekje dat moet vrij blijven voor ja, als er noodgevallen zijn, brandweer of ambulance of zo. Dus dat moet vrij blijven, maar het is ook geen autoweg of zo. Maar op die manier wordt dat wel eens een keer gebruikt, dus er rijdt een auto van daar naar daar. Dus ja, dat valt op, want die rijden nooit geen auto's. Maar enfin, dus die man had mij teruggemaild van, ja oké, ik begrijp het, maar als ik ooit eens ergens mee kan helpen, laat het weten. Oké, en dus al bij al zaten we misschien een week later dat ik hem toch nog terugmailde. Zo van, misschien is het mogelijk om één keer in de twee weken een les te hebben of één keer per maand. Want zeg, normaal doe ik, als ik een taal actief leer, op dat moment toch twee lessen per week. Ja, ik denk ook met Deens is dat niet nodig, omdat het mij eigenlijk alleen maar om de uitspraak gaat. Ja, en voor de rest begrijp ik het allemaal wel, zeker als ik het lees toch. En dus ik vroeg hem van, ja, als dat mogelijk zou zijn, ik kwam bericht terug van, ja dat kan, en dan doen we lessen van 45 minuten, en dan doen we dan één keer in de twee weken een les. Maar dan gaan we wel veel zelf thuis moeten doen. Ik zeg, ja, maar dat is goed. Dat is ook de bedoeling. Maar mijn bedoeling is ook van, dus de uitspraak. Hij zei, weet je wat, laat ons een keer afspreken online. En dan gaan we daar eens een keer over babbelen. En eens zien hoe dat ik u kan helpen. Goed, zo gezegd, zo gedaan. We hadden een afspraak online. Dat was dus gewoon gratis, gewoon via Zoom. En ja, dus ook verteld welke talen dat ik leer en wat ik al met Deens heb gedaan. En ja, hij stelde vragen en een auto rijdt terug. Hij rijdt achteruit nu. Ah ja, maar je kunt daar niet draaien, dat is gewoon zo met dat paddekje. Dus als daar een auto oprijdt, dan moet je achteruit terug, want je kan niet draaien daar. En je kunt ook niet weg daar, het is bos en meer, dus die rijdt hem achteruit terug. Ja, en je hoort dat goed, want die rijdt met spijkerbanden op de sneeuw. Er ligt overal sneeuw. En dus je hoort dat goed, dat als je op sneeuw rijdt. Dus hij rijdt achteruit. Ja, ja sorry, hè, maar... wel, ja, kijk, dat is nu spontaan van deze video's. Hè. Dat is gewoon spontaan. En oké, jullie leren ervan en dat is uiteindelijk toch de bedoeling. Dus maar goed, ik had een klapje met die man. En meer dan een uur waren wij echt aan het babbelen. Hij heeft me dus ook uitgelegd hoe zijn lessen werken. En dat was echt wel heel professioneel. En aangezien dus voor mij de uitspraak het belangrijkste is, hebben we toch een goed lessenplan kunnen opstellen. En ik ga dus één keer per twee weken één les bij hem nemen. En ik ben nu van plan om dat te doen tot 1 mei, dus we zijn vandaag, wat zijn we? 6 januari, denk ik. 6 januari. Dus ik ga dat doen tot 1 mei, dus februari, maart, april. Dus dat is 3 maanden. En dan denk ik dat ik wel genoeg heb geoefend dat ik toch mijn uitspraak wel heel goed kan. En dat moet wel na 3 maanden. En ik kan ook elke dag oefenen. Ik nu een beetje. Hij heeft me goed lesmateriaal gegeven. Ook audio's. En we kunnen dat samen bekijken. Dus één keer in de twee weken. En misschien kan het nog één keer per maand. Dat wordt misschien wel een beetje weinig. Maar ik ga zien hoe dat gaat. Maar in ieder geval, tot 1 mei
Want in mei begin ik aan rondreis, een roadtrip. Ja, roadtrip, dat vertalen we niet. We kunnen zeggen rondreis. Rondreis met de camper van 3 maanden. Dus mei, juni en juli. Zo'n beetje ongeveer. Maar ik denk dat ik half mei vertrek. En dan misschien half augustus terug. In ieder geval alles bij elkaar 3 maanden. En ja, dat is ook nog voor in een andere video. Dat zijn mijn zomerplannen. Maar dus dit is nu in grote lijn hoe ik het ga doen met de Deense taal. Ja, ik had gezegd dat er nog een andere nieuwe taal bij kwam. Maar daar ga ik een aparte video van maken. Het is wel een heel speciaalke. Dus bedankt voor het kijken en salutjes. Tot in de volgende.